Oké, de opname is gestopt. Goed. Ja, die van mij loopt nog door, zoals je weet. Ja, dat weet ik wel. Maar ja, dat was een schoon begin. Vond ik ook. Vond het een goede pingpong, noemen ze dat op zijn Ja, Chinees. heen en weer, hè? Ja. Heen en weer, ja. Dat is ook een beetje. Om even heel scherp te stellen, maar wat Hegel het over had. Ja. Synthese, antithese, nee, we these, These, antithese, deze synthese. synthese, ja. Dat spel kunnen wij ook spelen. En dat doen we toch, want ik ben de christen vanaf mijn 12e. En dan ook nog bij de Jezuïeten getraind. Alleen omdat ik wilde leren programmeren. Meer niet. En toen kwam ik erachter dat wat in het Nieuwe Testament stond, dat heeft een logische onderbouwing. En dat was voor mij echt een schokkende ervaring. Want voor die tijd werd ik gewoon uitgelachen. Want mensen, ja, die stomme Bijbel en zus en zo. En plotseling dacht ik van nee, eikels. Logisch gesproken heb ik gewoon gelijk. En dat is ook wat ik merkwaardig vind. Waarom waren dat Duitsers? Wat? Waarom? Nou. Dus Jezus die zei: de laatste zullen de eerste zijn, en onze wijter, onze forte. Een bepaalde debet-creditverhouding. En waarom waren het nou de Duitsers, en dan met name Immanuel Kant, Arthur Schopenhauer, Friedrich Nietzsche en Martin Heidegger, die dat logisch gesproken vanuit de taal geredeneerd, want dat is belangrijk. Want als ja, ik kan tegen jou alleen maar fatsoenlijk praten. Je moet het kunnen formuleren. En die mensen gingen het formuleren en die komen tot dezelfde conclusie. En waarom waren dat allemaal Duitsers? Dat weet ik Of niet. is het toeval? Nee, dat is zeker geen toeval. Dat leek me ook niet, nee. Ik denk als we alles bijeen gaan bekijken en zeker een beetje dieper analyseren wat ik in de laatste 2 Hour of the Truth-zendingen die ik nu in het weekend en gisteren opgenomen heb met Robert Newman vanuit Engeland besproken heb, Oh, ben benieuwd, ja. wat het recht aangaat, is mijn vermoeden altijd maar meer en meer dat de Germaanse stam van mensen die wij kennen, waar de Duitsers onder andere van afstammen, dat die een van de verloren stammen van Israël zou kunnen zijn. Maar Ja, dat is de ene verklaring, ja. ik ben daar heel voorzichtig mee met zo dingen te gaan zeggen. Ja, want ik vind het, dat is Maar heel. ten punt. Ik ga je gelijk even interrumperen. Als ik eens in de kroeg kom, hier in Arnhem, de sterfte van de Antillianen en Molukkers en allerlei gasten. En ik zie het verschil. Ik zie het verschil tussen de ene Molukker en de andere Molukker. Of de ene Antilliaan en de andere Antilliaan. Dat heb jij zelf ook gezegd op die vraag van Lieneke, van hoe zit het met de 10 stammen van Israël, waar zijn ze gebleven? Dat jij toen zei van het gaat niet om genealogie. Precies. En dan kom ik dus terug op mijn vraag: waarom waren de Duitsers? Nee, het gaat niet. Maar Martin Luther was ook een Duitser. Het Nee, gaat kom. niet over Don't be a genealogie. pussy, man. Come on. Nee, het gaat niet over genealogie. En dat wil ik ook helemaal niet zeggen. Maar Maar Martin Luther was er ook een, ik dacht. Robert Newman heeft die punt duidelijk gemaakt dat de Duitsers een kennis van van de wet hebben, van de equity, van de gerechtigheid hebben, gebaseerd op de Bijbel, zoals alleen nog de Engelsen dat hadden, en zoals de Romeinen het helemaal niet hadden. En daarop baserend, je moet eens een keer die 2 uitzendingen beluisteren. Ik heb ze nog niet als video, ik heb ze nog niet verwerkt. Ik heb gisteren nog maar de tweede opname gedaan. En gisteren, die opname is in feite ook niet zo goed gelopen, maar pas op de laatste 15 minuten. Dan kan je denken dat je oren niet gaan geloven wat er daar allemaal gaat gebeuren. Schitterende uitzending dus, die 2 uitzendingen die er gebeurd zijn. En dat is ook gewoon zo'n gevoel dat ik heb. Maar het gaat niet over genealogie, maar het gaat erover van hoe steekt onze wereld in elkaar.
En we halen ook een beetje dat voorbeeld aan van de Brexit, ne? De Britische exit van de Europese Unie. Hoe komt dat en hoe past dat in het beeld van de Bijbel? Hoe past dat in het beeld van de profetie van Daniel 2, waar hij de statue ziet met de voeten van ijzer, die zich mengen met de grond van klei, maar ijzer en klei hechten niet aan elkaar. En ze hebben heel de middeleeuwen door geprobeerd Europa te controleren door binnen hun families te trouwen, zich te trouwen en te huwen en op die manier samen te binden wat niet aan elkaar wil binden. Namelijk het ijzer van de Romeins-Katholieke Kerk en de klei van de bijbelgelovige mensen, ja. Laat maar zeggen. Versta je? Ja. Dus ze hebben altijd geprobeerd Europa één te maken. Nu hebben ze het weer gedaan en ze zijn er bijna in geslaagd. Ze hadden in de Europese Unie 28 lidstaten, als ik niet mis ben. En ineens komt Groot-Brittannië en zegt, fuck you. En weer is het niet geslaagd om Europa één te maken. Hoe komt de Bijbelprofecie daarin te passen? Een enorm interessant onderwerp als je daarover nadenkt. En nou, ik heb dat met Robert niet behandeld. Gewoon mijn persoonlijke mening is dat de Bijbel is het woord van God. Tuurlijk. Dat is. En het is een, niet zo heel erg snel te begrijpen, maar er staat in feite alles in. Tuurlijk niet. En de profetieën, dat moeten we eens een keer begrijpen. Een Bijbelprofetie is niks anders als geschiedenis op voorhand geschreven. Ja. Dat probleem is dat wij vanuit onze standpunt waar wij vandaag staan, het moeilijk hebben om te bepalen waar in de geschiedenis, in de Bijbel, staan we precies. We staan in het boek van de Apocalypse, de revelatie van Jezus Christus. Ja. Wij staan ergens in de laatste kapitels. Ja, tussen kapitel 13 en kapitel 17. Ja, en zoals ik ben een ICT'er. Hè? En als ik naar de wereld kijk, naar het internet kijk, laat ik zo maar zeggen, want dat is mijn business. Dan zie ik een toren van Babel. En dan vraag ik aan jou. Ik kan nog wel langer teruggaan naar Genesis. Waar zitten we? Iedereen praat door elkaar heen. Er is geen eenheid meer. En dat betekent niet dat het slecht is of zo. Ik klaag niet. Daar gaat het niet om. Maar waar zitten we? Want voor hetzelfde geld, daar heb ik ook over nagedacht. Als we nou de Armageddon gaan krijgen of zo. Maar is de Bijbel dan uit? Of moet de Bijbel verlengd worden? Ik weet echt niet waar we leven hoor. De Bijbel zegt het toch heel duidelijk. Na de komst van Jezus Christus, de tweede komst van Jezus Christus. Bij die komst heb je de opstanding van de gerechten. Dus iedereen die gered is, gaat die graven gaan open. Die mensen staan op. En ja. De gerechten die op dat ogenblik leven, worden in de twinkle of an eye, dus in een oogwenk, veranderd. En wij gaan naar de Heer in de hemel om hem te ontmoeten. En hij brengt Jeruzalem op deze aarde. Hij vernietigt alle menselijke koninkrijken. Ja, dat begon met de hoofd van goud, Babel, de schouders en de armen van zilver, Medo-Persië, de buik en de romp van brons, dat was Griekenland, en de benen met de voeten van ijzer, dat is Rome. Kijk, dat zijn vier metalen, goud, zilver, brons en ijzer. Goud is het zachtste van deze metalen. Ja. Zilver is harder dan goud, brons is harder dan zilver en ijzer is het hardst van allemaal. En dat stampt de hele wereld neer, gelijk het in de Bijbel beschreven staat. En dus als Jezus Christus komt, brengt hij zijn Jeruzalem mee op deze aarde, gelijk het in de profetie van Daniel 2 beschreven staat, dat dus de
de steen die niet met de hand uitgeslagen is, die statue in de voeten gaat treffen en de statue gaat in duizenden splinters uiteenvallen en daar gaat een stofwolk ontstaan rond de hele aarde. Uit deze stofwolk wordt een berg en deze berg, deze mountain, is Jezus Christus. Hij gaat zijn koninkrijk op deze aarde zetten. Hij gaat 1000 jaar regeren op deze aarde. Satan wordt gebonden in de hel, in de bodemloze pit voor die 1000 jaar. En dan komt het tot de laatste strijd. Deze zogenoemde Armageddon. Mm-hmm. En dan wordt de vuurzee geopend en elke zondenaar, elke slechtdoer van deze aarde, elke gevallen engel en Satan komen in de zee van vuur, mm-hmm. waar ze zo lang branden totdat deze aarde en deze hemel compleet vernietigd worden door onze Heer en hij een nieuwe hemel en een nieuwe aarde maakt waar wij voor eeuwig met onze Heer kunnen leven. Zo staat het geschreven in deze Bijbel. Daar moet geen vervolg aan de Bijbel komen. Mm-hmm. Ik geloof dus dat het waar is. En dus de ogenblik, Perry, en dat is het schone daarbij. Je hebt veel van die valsleer van mensen die zeggen van, oh, je brandt eeuwig in de hel. Wat voor een vreselijke God moet dat zijn, die u eeuwig in de hel laat branden. Hij laat u alleen maar voor die eeuwigheid in de hel branden, als dat deze hel bestaat. Als deze aarde en deze hemel vernietigd worden door onze Heer en vervangen worden door een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, op die geen pijn, geen leed, geen leugen, geen ziekte, geen bedrog, geen onwaarheid meer is, dan is ook deze zee van vuur voorbij. Ja. En dan is ook het lijden van die mensen voorbij. Ja. Maar dat verschil is, dat die mensen die in deze vuurzee waren, voor eeuwig uitgewist zijn en voor eeuwig dood zijn, en diegenen die gered zijn, dan het eeuwige leven gaan hebben. Dat wat God ons van begin af aan beloofd heeft, dat wat Adam toen weggesmeten heeft, dat hebben wij dan hersteld. Sorry, ja. Ik kom even tegen de microfoon aan. Ik ga even iets opzoeken. Ja, doe maar. Kan je straks de opname van dit hier ook doorsturen? Hè? Kun je ook nog gebruiken in je video als je dat, dat of een extra video van maken. Ja, het is altijd veilig met jou. PDF. Dat was een. Dit is het Evangelie van Thomas. Ken je dat? Nee, maar ik weet dat er verschillende andere boeken zijn die niet bij de Bijbel horen. Men noemt dat die Apocrypha. Ja? Dat zijn boeken die... Nee. Dit is geen apocryf geschrift. Je hebt onder andere ook een Gospel van Steven, dacht ik ook, heb de een. En je hebt het boek van Enoch. En dergelijke dingen meer. Maar dat hoort allemaal niet in de Bijbel. De Bijbel bestaat uit 66 boeken. I know. 37 in het Oude en 29 in het Nieuwe Testament. Dit geschrift is gevonden, wordt gezegd, hè? Mm-hmm. Jij mag mij betwisten. Dit geschrift is gevonden in de Nag Hammadi-woestijn door twee broers die aan het ploegen waren. En dat zat in een kruik. En de tekst was geschreven in het Koptisch. En die tekst is geconfiskeerd door de katholieke kerk natuurlijk. En die is vrijgegeven in de jaren 90. En de eerste. Dit zijn een hele korte frasen. Ik vertaal het even. En hij zei. Degene die ontdekt. Ik zeg het op zijn Engels gewoon. Het is vanuit het Koptisch. Op Koptisch naar Engels. Whoever discovers the interpretations of these sayings will not taste death. Mm-hmm. Degene die ontdekt wat dit betekent, zal de dood niet proeven. Mm-hmm. Ja, ik
vind het heel erg mooi. Dit heb ik in 98 gevonden. En ik had dus toen een pdf en er stond aan de linkerkant de Engelse vertaling en rechts stond het Koptisch. Maar ik kan geen Koptisch en jij ook niet. Nee, en Perry, dat enige wat ik tot een dergelijke geschrift wil zeggen en wat je daarmee doet, wat ik zeg, dat is jouw zaak. Ja. Ik heb het vertrouwen en het geloof daarin dat mijn God, God die deze aarde en alles wat erin is geschapen heeft, dat die perfect in staat is om zijn perfect ongecorrumpeerd woord te bewaren. Ja. En dat is in de Koning Jacobus Bijbel van 1611. Absoluut. En alle boeken die daar niet in staan, dat is een fundament. Dat zijn een fundament, niet de waarheid van God. Ja. Dus, maar jij, dus, conclusie, waarom zou ik mij moeten bezighouden met boeken die mijn God niet als zijn waarheid uitgeeft? Dat kan alleen maar leiden tot twijfel. En dat kan alleen maar leiden op de brede weg die Satan wil, die wij allemaal best bewandelen. Ja, tenzij hierin staat precies hetzelfde, tenzij dat in het evangelie van Thomas precies hetzelfde staat als wat in de koning James, koning Jacobus, King James, staat. Het is alleen dat wij dus nu weten dat het dus, dit is als het ware een bevestiging van de koning Jacobus Bijbel. Meer niet. En dit is gewoon gevonden en door het Vaticaan bewaard. En wij hebben het dan alsnog via het internet gepubliceerd. Er is toch helemaal niks mis mee. Het gaat erom, is het waar wat er staat? En wij kunnen dat controleren. En jij kan de koning Jacobus Bijbel gewoon controleren aan je eigen hart, neem ik aan. Ja. He? Ja, zo controleer je hem. Ja. En je mag toch blij zijn dat er nog veel meer mensen waren die de moeite hebben genomen om op te schrijven waar het over gaat. En de koning Jacobus Bijbel, maar dat kunnen we gewoon als een steen beschouwen. Dat is een... Maar als dat mannen waren, als die andere mannen ook mannen waren, door God geïnspireerd, dan zouden die boeken in de Koning James Bijbel opgenomen geweest zijn, Perry. Dat is mijn punt. Tenzij, want het christendom, het vroege christendom, dat was, dat verspreidde zich als een vuurtje. Ja. Ja. En er zijn er gewoon geschriften, die hebben ze dus kennelijk in een kruik gestopt, van ergens gewoon begraven. Ja, maar het is niet de mens... Hoezo had dat bij dat toen in die kanonieke dingen opgenomen moeten kunnen worden? Die mensen zaten in Noord-Afrika en die kanon is gemaakt in de buurt van Griekenland. Perry, luister eens te goeie wat ik zeg. Ik heb maar gaan vragen. Ja, het is ook maar helemaal een rustige antwoord die ik je daarop geef. Het is niet de mens die de Bijbel samengesteld heeft. Het is God die de Bijbel samengesteld heeft. En die mensen die teksten gegeven heeft, die hij wilde gebruiken voor deze Bijbel. De Bijbel is geïnspireerd door God. Ze is dat geïnspireerde woord van God. En God zorgt ervoor dat deze Bijbel bewaard is zoals hij dat wil. Als hij, en dat kan door omstandigheden gebeurd zijn, whatever, dat de Gospel van Thomas daar in een kruik zit of waar dat ook zit, dat speelt allemaal geen rol. Als God gewild had dat deze deel van het evangelium deel uitmaakt van zijn bewaard woord, dan hadden die schriften in de Textus Receptus, in de Minority Text daarin geweest, die aan de basis lag om de Koning James Bijbel te schrijven en te maken. En als ze dan niet in zijn, Perry, dan is dat alleen maar een teken dat het dus niet het geïnspireerde woord van God is wat daarin staat. Of dat nu gedeeltelijk hetzelfde zegt wat in de Bijbel staat of niet. Wel, als het gedeeltelijk hetzelfde zegt wat in de Bijbel al reeds in staat, dan is dat een teken dat wat in de Bijbel daarin staat, dat God zegt van, ja precies, dat wilde ik dat jullie dat weten. En die andere dingen die erin staan, die wilde ik niet dat jullie die weten. Ik moet als bijbelgelovige Christ 100% absoluut vertrouwen hebben in mijn Heer dat hij niks voor mij onthoudt. En dat heb Oké, dan zal ik je nog een, dan lees ik er eentje voor. Mm-hmm. Zijn discipelen vroegen aan hem,
wil jij dat wij vasten? Dus onthouden van voedsel. Ja, ja, ik weet dat vasten is, ja. Ja, ja. Hoe moeten we bidden? Moeten wij geven, bidden, vraagteken. Moeten wij geven aan liefdadigheid? En welk dieet moeten wij ons houden? En toen zei Jezus, onze Heer, niet liegen. En niet doen wat je haat. Want alle dingen zijn disclosed before heaven. Ja, ik kan het niet zo direct vertalen. Because all things are disclosed before heaven. After all, there is nothing hidden that won't be revealed. And there is nothing covered up that will remain undisclosed. Dat staat ongeveer in dezelfde manier ook in de echte Bijbel erin. Dat wil ik wel zeggen. Ja, maar het staat in andere woorden daarin. En ja, juist deze woorden... En juist maar je deze mag woorden... toch blij zijn dat de Rooms-Katholieke Kerk heeft deze geschriften 40 jaar geheim weten... Ja, 40 jaar. Ja, maar de Rooms-Katholieke Kerk, als het naar haar ging, dan ging de Bijbel nog altijd geheim zijn, Perry. Ja, 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 ja. Ja. Dus maar wij kunnen... Den punt die ik wil aanhalen is van dat is schoon dat het da, wat daarin staat, en het is ook schoon dat de kerk zegt van wij houden dat voor ons en wij geven dat niet aan het openbaar, dat niemand niet bij wijze van spreken dat kan weten. Dat is alleen maar voor die mensen die denken dat ze naast de Bijbel nog andere geschriften van God denken ergens te vinden. En ik ben gewoon van overtuiging, en daar mocht jij mij toestemmen of niet, ik ben van overtuiging dat mijn God mij een Bijbel gegeven heeft waar alles, 100% alles daarin staat wat hij wil, dat ik nodig heb om te weten van hem. En dus geen andere dingen. En dan mag daar dat Gospel van Thomas nog zijn, ik zeg het, en daar mogen ware dingen in staan, ik wil dat helemaal niet betwisten. Ik zeg niet dat daar onwaarheden in staan, ik ken het niet, ik heb het niet gelezen, en wat jij juist voorgelezen hebt, lijkt ja allemaal prima, en in andere woorden zegt het datzelfde in de King James Bijbel ook, dat weten ja, we. En ja, en daar kan maar dan jij is het, een geruch, maar dan is en het, kan, als ik het in de King James dus al vind, Perry, dan is het toch niet nodig om buiten die Bijbel te kijken om hetzelfde terug te vinden. Tuurlijk heb je daar gelijk in. Zo. Aan de andere kant, om de luisteraars, kijkeraars te imponeren, dan kunnen we er toch bij stilstaan dat dit dus ook op het internet te vinden is. En daar hebben we het nog niet eens gehad over het getal 666 en de betekenis daarvan. Nee, maar dit is genoeg geweest, want mijn bier is op en mijn dochter komt eraan. Nee, kijk, het is gelijk... Daar bestaat nog zo'n boek. Slag me dood, ik kom niet op de naam. Het is zelfs vernoemd in de Bijbel. Het boek van Jasher of iets noemt dat. Jasher? Oh, dat ken ik niet. Jasher, ja. Het staat zelfs in de Bijbel aan twee plaatsen geschreven. Is it not written in the book of Jasher? Ja? En dan vraag je je af van, ja, maar waarom staat dat boek van Jasher dan niet in de Bijbel? Als de Bijbel zelf daarnaartoe refereert. Ah, wel, dan moet je dat boek eens een keer gaan lezen. En dan begin je te begrijpen waarom dat er niet in staat. Heb jij dat boek gelezen, het boek van Jasser? Ik ben het begonnen, ja. Ik ben het begonnen. En ik heb een audioversie daarvan op mijn tweede kanaal en later te bekijken, denk ik, bewaard. Waar je een audiobook hebt van het hele boek van Jasser. En je kunt het op het internet compleet vinden en lezen. Maar daar zijn redenen voor waarom deze dingen niet in de Bijbel erin zijn. Dat is gelijk met het boek van Henoch. Er zijn zoveel mensen die bedoelen van dat boek van Henoch moet in de Bijbel zijn. Nee. Als mijn God dat daar niet in gedaan heeft, dan vindt hij dat niet nodig. Om welke redenen ook. En ook al was het alleen maar omwille van dat die schrijvers van dat boek niet geïnspireerd waren van de Heilige Geest. Gelijk dat hij gezegd heeft dat alle schrijvers geïnspireerd waren van de Heilige Geest die het boek geschreven hebben. En... kijk, ik vertrouw daarop. En ik maak tot mijn credo dat wat de protestanten hun credo eigenlijk hebben willen maken, wat ze nooit niet volgehouden hebben, sola scriptura. Ik voeg niet aan het woord toe, ik neem niet van het woord weg, maar ik gebruik ook alleen maar het woord. Ja, een hele goeie. Ik ben een Bijbelse fundamentalist.
En ik wijk daar niet van af. En dat wil zeggen dat ik ook niks buiten de Bijbel, wat zo gezegd ook nog een boek van de Bijbel zou kunnen zijn, accepteer. Nee, sola scriptura. De Bijbel en de Bijbel alleen. Dat is mijn credo. Ik begrijp je. Echt geen enkel probleem hoor. Nee, dat weet ik. Ik wil het alleen maar proberen voor jou en voor de luisteraars duidelijk te maken waarom dat dit mijn standpunt is. Je moet ergens een keer een lijn trekken. Want als je dat niet doet, Perry, dan begin je aan compromissen. Ja. Ja. En, ik blijf erbij dat het christendom, dat is begonnen niet echt gecontroleerd. Dat heeft verspreid als een lopend vuurtje. En het is gewoon heel goed mogelijk dat tijdens de vaststelling van het concilie van 325 of whatever, dat ze er een paar vergeten zijn. En ga mij niet vertellen dat mijn vader anders werkt. Mijn vader strooit overal met zijn woord. Het kan gewoon ergens. En jij en ik kunnen in ons hart gewoon deze tekst lezen en controleren aan de hand van de King James Bible of hij klopt. En misschien nog iets, ja, weet ik veel. We hebben een woord, dat heet polituren. Ken je dat? Nee. Met hout. Dan moet je er overheen, dan moet je met olie. Polituur, dacht ik, noemde dat. Polituren, ja, of Duitse. Ja, in Duits is politur, ja. Dus gewoon met, politur, met een u geschreven van achter. Ja, ja, politur. Ja, 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 ik weet wat je bedoelt, ja. Als maar eroverheen. En alles helpt. Als het maar conform is en niet contra de King James. Het tweede gebod. Geen idolatrie. Punt. Klaar. Ja? Dat moet heel duidelijk zijn. En de rest mag er allemaal in. Het is net als Lego. Zo'n die blokjes bouwen uit Denemarken of Zweden. Als het maar past. Denemarken, ja. Ja. En zo zie ik het. Ik wil zoveel mogelijk mensen aan het Bijbellezen krijgen. Oh ja, ik ook. Ja. Ik heb hier in de stad, het was hartstikke koud. En dan was er een bus van zo'n man en die heeft geld. En die besteedt dat allemaal aan het uitreiken van Bijbels. Met 4, 5 mensen gewoon een heerlijk gesprek gehad. En die ging gewoon in de kou, hè, gewoon de straat op en mensen aanspreken. En ze praten natuurlijk graag met mij, maar ja, ik zei ook tegen hen, ik ben er alleen. Je hoeft tegen mij niet te prediken. Ik weet het al. Dus wees gerust. Er is echt, het broeit. En hoe lang het duurt, ja, dat weet ik ook niet. En jij ook niet. Dat is maar goed ook, denk ik. Hè? Mm-hmm. Hey, dankjewel. Nu, ik ga ophangen. Ik ga wat dingen klaarmaken voor mijn dochter. Dat is prima. Ik wens je een schone tijd met je dochter toe. Dankjewel. En bis nächste Mal. Ja, tot de volgende keer. Laat me weten wanneer je nog een keer wilt afspreken voordat we dan verder gaan met die Rulers of Evil. Volgende, ja, precies. Ik ga de volgende Rulers of Evil erop zetten. En dan ga jij daar eventjes kritisch naar luisteren. En dan ga je weer aanvullen. Ah, zo wil je dat doen. Oké. Dat zou wel schoon zijn, hoor. Ja, ik dacht dat je het zo wilde doen dat jij dat kan voorlezen en ik ben daarbij, we doen dat tijdens een call. Oh, dat kunnen we ook doen. Dat kunnen we natuurlijk ook. Oh, maar dat zou nog leuker zijn. Nou ja, dat dacht ik dat je dat zo wilde doen. Dat zou nog veel leuker zijn. We nemen ons een uur of een uur en een half. Jij leest gewoon, je vertaalt dat. En telkens als ik dan een commentaar op bij moet geven, doe ik dat. Want ik ben daarbij op die zending. Ja. Zo had ik dat verstaan dat we dat wilden doen. Dat is goed, dat is goed. Dat is bij deze afgesproken. Dat is een geweldig goed idee. Ja, dacht ik ook. Ja, de volgende keer hoor je mij. Ja, dat is fijn. Dag, mijn lieve vriend. Prima, Perry. Bedankt en prettige avond nog, hè? U ook. Dag. Dag.